Goeiedag allemaal en heel erg hartelijk welkom terug bij Poppy Playtime. We gaan verder met chapter 2 en wie weet gaan we hem wel afmaken. Maar dat is nog een vraag. Eens kijken waar we gebleven zijn. Oh ja, we waren hiermee bezig. Oké. Hoppa. Dat was stom. Zeg maar stom met een hoofdletter C. Ik had wel het goede idee volgens mij. Ik zit even na te denken, want ik heb een tijdje geleden ergens gelezen dat er heel veel mensen zijn die zoiets hebben van, ja, weet je, allemaal leuk en aardig met dat je een puzzel oplost en dat je ook laat zien hoe het moet, maar hoe ben je tot de oplossing gekomen? Dus ik vraag me af of jullie dat leuk zouden vinden als ik vertel, als ik zeg maar dit soort spellen speel, als ik dan vertel hoe ik tot zo'n oplossing kom. Dat je weet hoe het denkproces werkt, zeg maar. Goed, goede motivatie. Oké. Ja, het enige vervelende is dat ik nu niet meer terug kan. En volgens mij zat er daar ergens nog een gang. Oké. Ik denk dat ik hier... Ik heb volgens mij ergens een fout gemaakt. Boogiebot. Sorry. Oké, dan hou ik ermee op. Oh, kijk. Ja, nee, nu snap ik hem. Kijk, als je... dan kom je zeg maar daar weer uit. Dus dit was gewoon een tunnel. Zeg maar, eerst kwam ik hieruit, maar toen zat die deur op slot. Dus ik denk dat het idee was... ik zie hier een kabel lopen. Ja, ik snap hem al. Kijk... ik dacht eerst dat deze deur op slot zat en dat ik die open heb gemaakt door
Ja, door met die knop te spelen. Maar dit zit nu weer op slot door het groene stuk, zeg maar. Ik denk dat je de energie van daar moet gebruiken om dit te activeren. Dus je moet best snel zijn. En dan gaat daar denk ik of een deur open of een licht aan. Ja, dat is dan een voorbeeld van hoe zo'n uitleg van een puzzel er dan uit zou zien. Dus dat ga ik proberen. Betekent wel dat ik heel snel moet zijn. Kan dit open? Oh nee, hier staat de tv achter. Of voor. Dus volgens mij moet ik best wel snel zijn. Wacht, nee, ik ga iets proberen. Tenminste. Ja, ik weet dat ik 10 seconden heb om die deur door te gaan. Yes! First try. Nice. Vraag is, wat is er nu open gegaan? Is er überhaupt iets open? En hoe kan ik hier überhaupt in? Dat moet wel. Misschien dat er hier iets open is gegaan. Shite. Oké, dat had ik niet verwacht. Oké, ik denk dat ik hiervoor best mijn Revolut screen percentages weer wat lager kan zetten. Volgens mij ga ik die grab bag moeten gebruiken. Chips, waar moet ik heen? Ik weet dat ik niet goed van te kijken. Oké. Oh, nou snap ik hem. Je ziet hier de volgorde. Kijk, rood is 1. Roze, blauw is 2, groen is 3,
Ja. Wat is er nou aangegaan? Ik weet niet echt wat ik moet doen. Ik merk wel dat mijn computer of dat dit spel ineens een stuk meer smooth loopt. Ik weet niet waarom. Oké, dus daar moet hij heen. Oh, wacht. Heel even aan het kijken wat ik hier moet doen. Oh, nou zie ik het. Er ontbreekt een tandwiel. Ah, kijk. Ja, nou snap ik hem. Oké.
zag wel dat de machine niet werkte, maar ik had de connectie niet gemaakt. Shite! Oh, dan zit ik weer hier helemaal. Ik denk dat dit dan een goed moment is om af te sluiten. Ik ga heel even nadenken wat ik bij die volgende puzzel moet doen. Ik denk persoonlijk dat mama naar de sauna moet om tot rust te komen. Maar dat is voor de volgende keer. Ik hoop dat jullie genoten hebben. En ik zie jullie tot dan weer. Tot ziens!